ben niet zo heel erg van de unboxing filmpjes, maar ach ja, af en toe is het wel leuk om te doen. Ik ben wel nieuwsgierig, want het ding heeft APRS functionaliteit in de nieuwste versie en dat is iets wat me wel aanspreekt. Ik zit nog op het messaging gebeuren. Dit is een unboxing filmpje. Ik wil er maar eens eentje zelf een poosje proberen. De Anytone ATD878UV2+. Een mondvol. Nou, de boekjes, dat kennen we allemaal wel. Stickers, oké. En de porto. Ja. Hoe zit dat nou? In de zaal uithalen. Nee, ook niet. Zo dus. Nou, een beetje buiten beeld. Maar hij zat goed in het karton vast. Dus even kijken of er iets van stroom in de accu zit. Ik denk dat het heeft een mooi display. Weet ik. Het is een OLED gebeuren. Het ding heeft Bluetooth. Nou, dit is een unboxing filmpje van niks, want ik zit voortdurend buiten beeld. Het is, inmiddels is dit mijn videoplek geworden. 3D printer. Ja, de printer die staat even, kijk, dit is Bluetooth. De 3D printer die is vanochtend, nou ja, zeg maar, die heeft last van verstopping gekregen. Er lag er eens een, nou, ik het hier nog heb. Een enorm soort van spinnenweb naast. Maar dat ging niet goed. Dus ik met hulp van de afdeling Istanbul moet ik eens even proberen om dat ding te ontstoppen. Een digitaal printer laxeermiddel zeg maar. En nee, we gaan het zien. Ik ben benieuwd of ik hem weer aan de praat krijg. Ik denk het wel. Ja. Ik denk dat ik uiteindelijk toch naar een Prusa printer ga, omdat ik toch wat meer wil. Ik zag van Robert, misschien dat ik het printje, dat filmpje ook al wel online zet. Ik zag van Robert dat hij zilverkleur filament had en dat zag er wel heel goed uit. Ik kon die lepeltjes mee printen. Nou, ik denk dat het display nu zichtbaar zou moeten worden. Booting, zegt hij. Calibrate date. Nou, ik denk dat het 2020 is. Ik geloof niet dat dat helemaal klopt. Even kijken, kunnen we dat zelf veranderen? Ik zie geen mogelijkheid om het naar. Laat ik hem op confirm drukken. Er zit een GPS ontvanger in. Die kan alle op alle mogelijke manieren gaan proberen te ondermijnen, omdat ik niet van het volgen ben. Kijk, VVA, VVB. Even zien, als ik nou intik, ik kan nog op enter drukken, volgens mij wel, maar waar? Ik zal hem even op macro zetten, dan is het display ook te lezen. Hé, hey. 144, is dit te lezen? Oh, veel reflecties. 144. Volgens mij is het dan naar achter, dus dan
staat er niet meer. Hé. Hey. Nou, ik moet nog kijken hoe ik dat dan ingetoetst krijg. Daar zit nu enter. Nou, read the fucking manual. Groen. Nee, sms. De zone. Ja, dat is bekende gebeuren wat ik van de digitale porters ken. Ik ben geen super fan van DMM, moet ik fluisterend toegeven. Staat hij dan wel of niet op group call, zegt hij. Ja, we zitten nog in DMR. Dat willen we helemaal niet. Maar hij lijkt wel op 104.875 te staan. Maar hij staat digitaal waarschijnlijk, dus ik moet hem in FM zien te krijgen. Nou ja, read the fucking manual. Het is in ieder geval een mooi uitziende porto. Ik ga hem eens even in de lader zetten, want dat hoor je te doen als die nieuw is. En op naar nieuwe avonturen. Maar ja, wat ik over APRS wilde zeggen, dat is dat veel mensen denken dat... ik heb ooit mensen geïnterviewd voor RAM. En volgens mij zeiden die ook dat APRS voor positioning stond, de P in APRS. Maar het staat voor packet. Amateur Packet Reporting System is het volgens mij. Maar het is in ieder geval packet, die P. En je kunt met het systeem kun je sms-achtige berichten versturen. Ja, mijn prime target op het gebied van amateurisme is het chatten en het messaging via de amateurband. Dus de PTT-schakelaar zit erbij, kijk. Via Bluetooth. En een armbandje waarmee je om je arm kunt doen. Ik heb zo'n andere, dus zo'n oortje. Daar zit, dan doe je dat op je vinger heen. Dan heb je een soort vinger, een soort ring. Als je in je hand dichtknijpt, dan gaat de PTT aan. Ik denk dat zie je daar niks voor maken als je op de fiets het gebruikt. Je weet het nooit. Nu ben ik even van mijn apropos wat ik wou zeggen. Oh ja, dat APRS. Maar in ieder geval, ik wil kijken of ik dat kan integreren met mijn chatkanaal. En nog wat dingen. En die porto is leuk om dat mee uit te proberen. En tevens, ja, ik kan ook alweer wat DMR gaan doen. Ik denk niet dat ik heel veel op DMR zal zijn. Die is daar is toch een beetje de mode. De modus operandi die bij mij hoort. Maar dat is omdat ik dat het beste ken. Ik heb daar de meeste spullen voor. Hoewel, ik heb nu ook twee DMR-apparaten. Maar ja, ik denk niet dat het mijn ding is. Het is met Fusion is dat net zo. Maar ook met Tetra doe ik niks meer. Misschien ga ik dat nog wel eens doen. Maar vooralsnog niet. Dus. Community garage sale this weekend, so a whole bunch of people around town are doing the same thing I am. You know how fun it is in the rain getting stuff set up and ready for people to look at. Or maybe you don't. If you don't, it's worth doing it once. That's probably about it. But that's it for me today. Thank you for taking me, and this is KJ7UMT putting it back to bed. All right. Thank you. Thank you, Dave. And no. Never have set up for a community garage sale. Although they do it near here. We're kind of out in the country, but we could participate if we wanted to. All right, well, have fun with that. And the question that I asked you off the top is I missed the last letter, and then I thought I heard you say Z, but it was, you were breaking up pretty badly. This time, a good solid signal. Oh, thank you much. All right, M3OMO. Good morning, Elaine. Good morning. I hope everyone is fine. This is November 3, Oscar Mike Oscar. It is a sunny day today. However, I do see a lot of clouds. We're going to get more rain this afternoon. And, rain most of the weekend, they said. But hey, that's the way it goes. I was up until 2 o'clock this morning, Eastern Time. My bedtime is normally 1, but I got caught up in a book that I started reading. Bad time to start, like at 1 o'clock in the morning. But if it's by Nora Rodgers Games, and then it's about 11-year-old boy for the Cup, who, if we do win, we'll be playing the Colorado Avalanche. So we'll see what happens. We have 2 more games to win against the New York Rangers. We'll see what happens. Take care, 73s.
November 3, Oscar Mike Oscar. Thank you, Elaine. And, yeah, let's see what happens indeed. Two very important games. And the playing now at a level where it's a lot of hard work. All right. Well, I hope they do win. And your recording, as always, sounds interesting. All right. This is W7VAS with on this Thursday morning. KD7, Papa Whiskey Bravo. Morning, Dave. Oh, good morning, Bill and Annette. Hey, good to hear everybody this morning. And we got a beautiful day shaping up down here. We got a little light cloudiness to the west, and it's probably going to increase slightly as this front comes in. But we're supposed to hit a high of 83 or 4 today. So looking forward to a nice warm day. And got a couple little projects I'm going to work on. I've got a yesterday I installed all the conduit and the wiring and stuff for the hot tub. So I've put the wiring underground and under the deck and crawled them all around in the dirt under the deck. And oh boy, was that lots of fun. But it's all in, and circuit breakers all work, and the ground fault works, and so I'm a happy camper. So I just got a little trim work to do on that, and then I'm going to paint the power pole there. And then, some little things to do in the shop. I've got a little work to do on a guitar, and so I think that's kind of my day, just kind of doing little projects around the house and in the shop. So, hey, great to hear you. Hi to Karen there in 73s. I'll turn it back to you. KD7, Papa Whiskey Bravo Day, the High Desert Pirate Radio. Well, thank you, Dave. Yeah, lots of fun crawling around in the dirt. Well, let's see, 83, 84, that'd be nice. We've got a group of folk coming over this evening, and it's raining. So I think we'll probably be inside, and rain is definitely in the forecast for today. It's currently only 54 degrees out there. But, hey, we'll have lots of fun inside. It doesn't much matter. All right, I think I butchered this call. ending in BN, I believe. Come in, give me your call once again, and then go right ahead. Yes, good morning, Net Control. This is Kilo Charles 7, Foxtrot Bravo November. Frequently bored, never. Not much happening down here. Just I'm in Southeast Florida. Not much happening here. Just busy getting ready for hurricane season. Working a great deal with CERT. Started a weekly CERT net on VHF down here. And what else is happening? About 6 weeks ago, I was at work and managed to break my foot. And the doctor I went to had me walking around on my foot for 5 weeks with a broken foot. What a deal. Anyway. Not much happening. So, 33s to all the ladies from KN4, Virginia Whiskey, Megan, and 73 to everyone from me. And this is Kilo Charles 7, frequently boarded, returning back to Net Control. All right. Well, thank you very much.